Hoi, ik ben Sarah Kerkhoff, ik ben 13 jaar en ik ga jullie mijn twee zelfbedachte gedichten over de oorlog vertellen. Vrijheid. We hoeven ons niet aan te passen voor anderen. Mensen vroeger hadden geen vrijheid. Denk daar goed om. Vrijheid. Ik voel me dankbaar voor de vrijheid. Ik mag doen en zeggen wat ik wil. Vrijheid. We hoeven ons niet aan te passen voor anderen. Nu is mijn tweede gedicht. Had ik nu maar vrijheid. Ik denk, had ik nu maar vrijheid. Ik hoor bommen die op huizen en bruggen vallen en alles verwoesten. Ik denk, had ik nu maar vrijheid. Ik zie soldaten hun leven op het spel zetten om hun land te kunnen bevrijden. Ik denk, had ik nu maar vrijheid. Ik voel de spanning die er hangt in het huis en vraag me af wanneer het eindelijk voorbij is, deze vernietigende oorlog. Ik denk, had ik nu maar vrijheid. Ik proef het laatste eten wat net op is gegaan en weet niet wanneer ik nieuw eten krijg. Ik denk, had ik nu maar vrijheid.